Kijkers, de leerlingen van Sint Wilhelmus School in het inheemse dorp Powakka zijn ook voorzien van belegde broden. En dat doen we op elke schooldag. De broden worden met goede hygiëne gebakken en belegd in onze keuken. En zo krijgen de leerlingen verse en warm belegde broden aangeboden op veilige en gezonde wijze. Met de hulp van verschillende donateurs zet Evert Wolf deze grote uitdaging voort om de leerlingen van deze school ook te voorzien. Kijkt u maar naar het volgende hierover. Zo, goedemorgen. Ik hoor jullie ver en weinig. Goedemorgen jongens en meisjes. Goedemorgen jongens en meisjes. Wauw, geweldig. Ik weet dat jullie honger hebben, dan gaan we niet eten. Kleintjes bij je vrouw Silven. U heeft daarnet gezien, de kinderen zijn hun broodjes komen halen. Nou, ik wil bij deze ook mijn mattie Renfrum bedanken. Renfrum, let op je gezondheid. Laat alles goed met u gaan. Nou, Renfrum is die druk bezig voor Evert Wolf om iets in te regelen voor ons. Ook mijn mattie Wim van het restaurant Bofini, u weet, crowdfunding gehouden. En met crowdfunding gelden zijn we hier. Dus ik dank jullie allen. Vandaag hebben de kinderen lekkere broodkaas gegeten. Ik blijf u vragen, steun, power 1 voor 12, dat we dagelijks hier kunnen zijn. Met Takuntani en ik zeg alle donateurs dank die de afgelopen 18 jaar 1 voor 12 hebben ondersteund. Ik zeg dank en ik blijf u vragen, doneert die 1 voor 12. Power 1 voor 12, 18 jaar lang mag ik tevreden terugblikken. 18 jaar lang, toppie. We gaan nu naar OS Maas klimmen. Tot straks.